Ja, kijk maar bij mij hier. Ja, zo mooi in Spanje. Ja, maar Spanje heeft ook zijn vervelende kanten, vrienden. En dan heb ik het over Ronald Koeman natuurlijk. En jullie weten, de volgers weten dat Ronald Koeman en ik, we kennen elkaar vrij goed. Ja, en het stoort mij enorm. Maar dan ook enorm wat er nu aan de gang is. Waarom is het zo in Spanje dat af en toe het rationele denken gewoon zomaar stopt? Dat is het dan gewoon helemaal niet. En een of ander circus breekt dan los in die media. En dat is wat het is. Het lijkt wel een beetje terug naar de Romeinse tijd. Toen gooiden ze gewoon mensen voor de leeuwen. En dat doen ze nu met Ronald Koeman. Gooi hem maar voor de leeuwen. En laat hem maar angstig in de rondte lopen. Ja, maar mag ik blijven, ja of nee? En dan uiteindelijk wat ze doen in Spanje. Ja, hup, aan de strop en ophangen in het openbaar. Het zijn dat soort bloederige taferelen die zich in Spanje dan afspelen. En dat zei een Spanjaard ook laatst tegen mij. Die zegt, Harry, daar ben ik niet trots op. Als Spanjaard ben ik er niet trots op hoe wij dat soort dingen doen. En dat lijkt ook helemaal nergens op. Het vreemde is dat Ronald Koeman, hij had altijd en heeft nog steeds Barcelona in zijn hart zitten. Barcelona is zijn club. Hij houdt van Barcelona. Maar wat blijkt nu? Barcelona houdt niet van hem. Ja, dat is de pijnlijke conclusie van dit hele verhaal. En dat zul je altijd zien. Mensen die loyaal zijn, mensen die van iets houden en dan afgewezen worden. De liefde komt maar van één kant. En dat maakt het zo pijnlijk voor Ronald Koeman. Dat hij ontslagen wordt uiteindelijk, dat snapt hij ook wel. Maar wat schiet Barcelona hier nou helemaal mee op? Nou, dan gooi je die Koeman eruit. En dan komt er een nieuwe trainer. En denk je dat het dan beter wordt? Nee, natuurlijk niet. Je bent weet ik veel wie allemaal kwijtgeraakt. Je hebt geen Xavi meer. En je hebt geen Iniesta meer. Je hebt geen Messi meer. En ze denken nog steeds maar dat ze... Oh, we kunnen nog steeds Barcelona zijn. Nee, je hebt niet op de centjes gepast bij Barcelona. En nu moeten jullie op de blaren zitten. En dan denk je dat Koeman gewoon met een heel ander elftal... wat niet meer lijkt op wat het was. Want Memphis is geen Messi. Nee, echt niet. En Luc de Jong is geen Suarez. Nee, echt niet. Dus ga dan nu niet denken dat je dan kampioen wordt of in de Champions League mee kunt doen. Natuurlijk niet. En daar wordt Koeman nu op afgerekend. Dat is toch ongelooflijk. Maar dat is ook zo Spaans tegelijkertijd. Van, oh, er zijn geen resultaten. Hup, dan moet je maar weg. Oh, dan moet je maar weg. En dat is wat daar nu gebeurt met Ronald Koeman. Die wordt dus voor de leeuwen gegooid. En uiteindelijk wordt hij opgehangen. En dan wordt hij ontslagen. En dat gaat die president, die Laporta, die gaat dat doen. Maar die Laporta die vergeet A, dat Barcelona niet beter gaat spelen. Met welke trainer dan ook. Onmogelijk. Maar dat Ronald Koeman, en daar zit hij, die zal hem achtervolgen. Die zal dit nooit en nooit vergeten. Ronald Koeman... die zal iedere journalist die kent, elke media, gebruiken om vervelende verhalen over Laporta rond te strooien. En het volgende slachtoffer van dit circus, want dat is het in Barcelona. Het is een theater met bloederige schouwspelen. En dat gaat maar keer op keer op keer. Trainers komen, worden lastiggevallen, worden weggeschreven in de media, worden daarna vrolijk opgehangen en weg. En zo gaat het circus maar door. En nu is Koeman aan de beurt. En daarna, ja, noteer hem vast. Laporta.